Namens DVS TV, welkom bij het laatste weekjournaal van dit seizoen 2015-2016. U ziet voor de camera geen Piet. Piet is verhinderd vandaag, dus ik vervang hem vandaag. Naast mij wel een bekend gezicht voor DVS TV-kijkers en de supporters, Roland ter Berghe. Welkom, Roland. Roland, afgelopen seizoen, voor het eerst gestart hier bij DVS, kort van tevoren erin gekomen. Zijn de doelstellingen die jij persoonlijk had met DVS, heb je die gehaald? Een doelstelling voor mezelf is altijd, ik wil graag altijd aanvallend voetbal spelen en aantrekkelijk voetbal. Dat wil ik graag met mijn teams doen. En ja, in dit geval was dat misschien wel een extra zware opdracht, omdat we natuurlijk, DVS was kampioen geworden, die waren gepromoveerd. Dus ja, dan kom je in een nieuwe competitie en dan krijg je wel mee van handhaven is het belangrijkste. Maar goed, ja, bij mij gaat er dan geen lampje branden van we moeten met z'n allen compact gaan spelen en terug en inzakken en tegenhouden. Maar juist kijken of we dat op een attractieve manier kunnen doen. En daar stond de groep ook al vrij snel achter. En dat is denk ik wel aardig gelukt. Oké, duidelijk. Zoals ik net al zei, het laatste weekjournaal. Wat is voor jou het mooiste moment van afgelopen seizoen? Nou ja, kijk, weet je wat het mooiste is natuurlijk? Dat DVS kampioen was geworden. En die komen dan een nieuwe klasse. Iedereen is nieuwsgierig. Wij spreken met elkaar af ook dat wij... we willen niet het lachertje worden. We willen echt ervoor zorgen met elkaar dat... Dat ploegen rekening gaan houden met ons. Hè, door middel van dat we punten pakken. Maar dat we ook een attractieve en goede speelwijze hebben. Ja, en als er dan momenten zijn wat je is bijgebleven. Dan ga je echt heel ver terug naar het begin natuurlijk. Want dat is allemaal vers. Hè. Die eerste wedstrijd was al heel speciaal. Later natuurlijk, dat was de tweede wedstrijd al, dacht ik. Van Rijnsburgse Boys natuurlijk. Een grote uitslag hier. Daar waren we eigenlijk al direct een verrassing. Even later ook uit bij Spakenburg, dat we 1-1 speelden. Maar vooral de manier waarop was heel leuk. Ja, en dan ga je verder kijken. We hebben natuurlijk ook even een mindere periode gehad. Dat we ook even een klap in onze nek hebben gehad door dat aanvallende voetbal. Maar ja, daardoor hebben we ook wel weer geleerd van die fouten. En daar zijn we ook weer goed mee omgegaan. Vlak voor de winterstop een goede serie gehad. Dus ja, er zijn van allerlei momenten. Hè. IJsselmeer volgens thuis natuurlijk, grote uitslag. Ja, dat waren toch wel hele mooie momenten. Even terug naar afgelopen zaterdag. Waar ben je het meest blij van geworden van afgelopen zaterdag, naast het mooie weer? Ja, dat weer was ook fijn, ja. Nou, ik vind het meest prettige van afgelopen zaterdag, het allerbelangrijkste is denk ik gewoon dat wij op een hele mooie manier afscheid hebben genomen van een aantal spelers. En daarbij denk ik ook dat wij nog één keer hebben laten zien aan het publiek hoe goed we kunnen voetballen. Hè? En dat we het publiek weer hebben kunnen laten genieten van zo'n mooie wedstrijd. En die twee dingen bij elkaar heeft het denk ik tot een hele mooie zaterdag gebracht. Nou, het seizoen zit er bijna op. Aanstaande zaterdag nog het laatste uitwedstrijd tegen Capelle. En hoe zet je die jongens voor zo'n wedstrijd nog weer op scherp? Nou ja, op scherp weet ik niet. Ik weet ook niet of dat nodig is en of dat gaat gebeuren en of dat vanuit hunzelf komt. Ik denk wel dat het belangrijkste gewoon is van, hè, dat zie je afgelopen zaterdag ook, van er staat niks meer op het spel. We hebben natuurlijk een aardig busreisje weer voor de boeg zaterdag. Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat je daar naartoe gaat reizen en dat je er niet zoveel zin aan hebt. Dus ja, we zullen wel even met elkaar bespreken natuurlijk. We hebben een mooi seizoen gehad. We gaan die laatste wedstrijd gaan we afsluiten. Ja, daar wil je daar ook nog wat, daar wil je wat van maken natuurlijk. Dus dat gaan we rustig naartoe werken en gaan ervan uit dat we er gewoon zaterdag nog een goede wedstrijd voor kunnen maken. Nou, dat klinkt heel goed. En dan wil ik je namens DVS TV en de kijkers hartelijk bedanken voor de voorbeschouwingen, de heldere analyses die je gaf en het optreden hier bij DVS Weekjournaal. En we wensen je veel succes aanstaande zaterdag in en uit tegen Capelle. Dankjewel. Graag wil ik zelf nog even, in ieder geval alle supporters, alle vrijwilligers, alle mensen die rondom het eerste elftal stinkend hun best hebben gedaan, altijd positief zijn geweest, ons gesteund hebben, wil ik zeker namens mij en in de hele staf wil ik iedereen bedanken voor het mooie seizoen. Nou, bedankt voor deze mooie woorden, Roland. Goed. Op naar het volgende seizoen. Op naar volgend jaar.
Hierbij wil ik alle DVS'ers bedanken voor de 4 mooie seizoenen die ik hier heb mogen meemaken. Bedankt allemaal. Nou, ik wil ook iedereen hierbij bedanken voor 9 seizoenen DVS. Met name de sporters, het bestuur, technische commissie, businessclub. Ik wil iedereen bedanken, DVS TV en de harde kern, met name de familie Koopman. Wil ik allemaal bedanken. Dus ik wil ook niemand vergeten. Iedereen bedankt voor die mooie 9 jaren met 2 promoties. En ik wens DVS voor volgend jaar heel veel succes in de topklasse. Via deze weg bedankt voor de fantastische 7 jaren. Mijn teamgenoten bedankt van dit jaar. Teamgenoten van de afgelopen 6 jaar bedankt. En de vereniging bedankt voor alle mooie dingen die ze voor mij hebben gedaan. Bedankt. Nou, beste supporters, alle mensen van de club van DVS. Ik wil je bij deze hartelijk bedanken voor het mooie seizoen. En wie weet zien we elkaar ook nog eens terug in de toekomst. Bij deze wil ik alle DVS-mensen van vrijwilligers tot supporters tot bestuur allemaal bedanken voor deze mooie jaren bij DVS. En we zien elkaar hopelijk in de toekomst snel terug en misschien volgend jaar al. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie jaren die ik hier heb gehad. Ik heb hier een mooie tijd gehad en ik wens iedereen hier een warm hart toe. En hopelijk tot snel. Bedankt. Ja, ik ben relatief kort actief geweest voor DVS. In de winterstop aangesloten door het faillissement van mijn vorige vereniging VVA. Nog een kampioenschap hier met de tweede helft ook mee mogen maken. DVS, een mooie vereniging afgelopen half jaar. Organisatorisch alles hier prima geregeld. Goede faciliteiten. Maar bovenal denk ik veel mensen die de club een warm hart toedragen. Dat is mooi om te zien. Daar heb ik veel respect voor. Iedereen bedankt, veel succes en ik zal de club zeker blijven volgen. Hoi. Ja, via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de fantastische tijd die ik hier heb gehad. Ik heb hier 10 jaar gespeeld en ik ben me wel van bewust dat ik heel veel vrienden en fijne mensen ga verlaten hier. En verder wil ik clubsupporters en alles daaromheen gewoon heel erg bedanken voor deze tijd. En heel veel succes en plezier toe wensen. Ik wil als eerst iedereen bedanken, alle DVS'ers, vrijwilligers, betaalde mensen natuurlijk, iedereen. Wil ik bedanken voor een paar hele mooie jaren hier bij DVS. Het zijn veel positieve gevoelens die naar boven komen als ik aan de tijd terugdenk. En dat blijft me altijd bij en dat zou ik ook zeker nooit vergeten. Ik zou zeggen tegen de rest, blijf de club trouw. En volgend jaar gaan we er weer tegenaan. De jongens die blijven natuurlijk. Hè? Ja, ik ben al weg. We gaan ervoor. Bedankt. Ik wil graag de supporters en iedereen die met mij gewerkt heeft binnen de club bedanken. En ik heb een hele mooie tijd hier gehad. Veel geleerd. En ik hoop ooit nog terug te komen.